let's go. Now everybody sing that shit. Yo mensen van Gaming Jordy, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Star Wars Battlefront, de Road to Star Wars Battlefront 2. Vandaag hebben we een gameplay trailer gekregen, het vorige weekend, volgens mij zaterdag of zondag, een van de twee, hebben we een gameplay trailer gekregen en dat was echt een zieke trailer. Jongens, jullie weten het, we gaan een potje in, we gaan gewoon één potje spelen en ik bij 3 november, of was het, nee, het is 14 november komt Star Wars Battlefront 2 uit. Iedereen hyped, 14 of 13 november. Maar ik zie jullie in een potje. Mensen, tot zometeen. Yo mensen, we zitten op een potje op de map Sulfur Fields. Natuurlijk een blast potje, oftewel een team deathmatch potje. En we gaan nu gewoon proberen te winnen. En dat gaat hopelijk lukken. Nou, ik hoop van wel, want het is toch wel een speciale game. Laten we... ik ben heel hyped voor de nieuwe Star Wars Battlefront, want het heeft volgens mij, 2 jaar geduurd? 3 dagen, jongens. Ik kreeg nu een berichtje over het E3 van de Call of Duty World War 2 multiplayer trailer of zoiets. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop echt even dat dit potje gaat laden, want het duurt me een beetje heel lang. Gaat dat nog laden of... Het duurt wel erg lang. Kom op. Kom op, game. Begin te laden. Ik heb heel veel tips links onder in beeld. Het gaat lang duren. Ik ga het beeld denk ik even versnellen. Nee, oké. Okay. Gelukkig. Oh, dat is gewoon in één keer een andere map. Daarom zal het waarschijnlijk zo lang geduurd hebben. Het is gewoon even een andere map geworden. Dan gaan we natuurlijk met de DH-17. Met Scout. We wachten eventjes 15 seconden. En dan kunnen we het potje in. Dus eventjes wachten. Kom op. Kom op. 4 seconden. Kom op. Kom op. Het moet goed kunnen. Het moet goed kunnen. Oké, we kunnen beginnen. Ik zie iedereen springen en weet ik veel wat allemaal doen. We gaan gewoon gelijk beginnen. Even kijken. Oké, ja, dat was niet de bedoeling, maar dat maakt niet uit. Even kijken. Eventjes inzoomen. Kijk, stond op inkomen. Lukt toch? Oh shit. Oh. Ah, hij zit daar boven te campen. Jammer. Zit er iemand op? Nee. Oké, ik val eraf helaas. Ik wil er heel graag eigenlijk nog opkomen. Oh, ik ben echt scheef. Oh shit. Leeft die gast nog? Nee, hij leeft niet meer. Ga weg! Er is iemand bij me. Oh, die shit. Ziet die gast mij? Hoe kan die gast mij niet zien? Oh, kut. Bukken. Oh, die bukken. Wop. Oké, ik heb hem. Even kijken. Ik heb hem ook. Oh my god, die was wel echt heel mooi. Ik kan hier niet langs. Aan de kant. Hier zit iemand links. Ik heb een assist volgens mij. Of heb ik de kill? Ik heb hem ook. Kijk hier. Er zijn mensen in de buurt, maar er zitten sowieso mensen boven mij. Maar ik ga niet uitdagen, want dan ga ik sowieso dood. Oeh. Oh, ik zat op zo'n lekkere streak. En dan moet ik het doodgaan. Oh, ik zit nu wel nog steeds... Om het trade level 2. Jongen, ga nou eens weg daar van boven. Hij heeft sowieso die zwart even een bak dat bom aan staan. Sowieso, het kan gewoon niet anders.
Maar ze zitten daar wel smerig te campen. Je kan er bijna niks tegen doen. Je moet ze er al af doen. Ik moet er eigenlijk, in mijn geval, moet ik er... Oké. Okay. Oh my god. Oké, okay, ik ben dood. Oh, jongens. Oké, okay, ik word toch geraakt. Oh my god. Gast. Holy shit, je hebt het echt geowned. Oké, okay, okay, over de strike. Oké, okay. Maakt niet uit. Volgens mij is het van de enemies. Er zit volgens mij niemand meer boven. Ja, dat mag ik hopen van niet. Want dat is... Oké, ik word gelocht. Maar door wat weet ik niet. Oké. Nu snap ik. Ik ben net niet snappen. Zie je, hij verpakt de bom aan. Smerig rot, jong. Smerig rot, jong. Oké, ik zag jou wel. Nou, teammate, je staat naast hem. En je killt hem niet. Wat is dat nou weer? Teammate, je hoort hem te killen. Je hoort hem te killen. Je hoort hem niet te laten leven. Dat is niet de bedoeling van deze game, hoor. Hij is pushy. Oh my god. Ik ga echt niet dood. Shit. Ik wil eigenlijk niet dood. Ik wil niet zo vaak doodgaan. Dat is gewoon jammer. Maar dat gaat nu niet. Dus ik moet eventjes kijken. Misschien kunnen we nog even een kill pakken. Het zou wel handig zijn, namelijk. Gaat iemand nu zojuist naar boven. Hij gaat naar boven. Sowieso. Maar ik heb hem gekild. Dan kan hij niet naar boven gaan. Want dat is gewoon echt smerig. Maar ik heb hem. Ik draai hem even gelijk om en ik boost even weg zo. Scout is wel super handig. Want dan... Oké. Ga jij maar lekker van de map af. Ik heb daar geen problemen mee. Als jij van de map af gaat. Kijk, ik zie je wel. Oh, die was zo goed. Maar hij heeft nog 10 levens. Kom op, kill hem. Dan krijg ik de assist. Ja, een assist van 100. Dat betekent dus dat hij echt zo bijna dood was. Ik ga daar ook naar boven. Nee, waarom zat die gast naast mij? Ik wil dan naar boven. Dan ga ik daar eens eventjes domineren. Even kijken, dan kan ik... Nu, als ik hier overheen spring, zo. En dan blijf springen. Nee. Oh, jammer. Helaas. Oké, ik zit vast. Oh, nee, ik kan hier nog uit. Dood. Ik weet dat dit ding erop. Oké, hij gaat er ook voor. Oké, doei. Wat? Wat? Wat is dit? Help! Help jongens, help mij! Wat is dit? Oh my god. Dat zien ze nooit aankomen. Wat is dit? Ik heb niet zo'n goed wapen hiervoor. Is dit zo'n glitch dat je gewoon hier kan oneindig kan schieten gewoon? Oh nee. Wat is dit? Ik kan hier wel weg, maar ik sta hier wel goed. Wat is dit, jongen? Teammates. En we hebben wel gewonnen. Jongens en meiden, vonden jullie het leuk om naar te kijken? Doe dan een like, abonneer op mij, abonneer op iedereen in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later, mensen.